Een set van de Action. Wat kan je daarmee? Je hebt een staart gemaakt, pak een klein plukje, stop de topsy-tail in het elastiek of door het elastiek, haal het plukje om het elastiek heen, door de topsy-tail en trek hem dan weer naar beneden. Het tweede voorbeeld. Maak een vlecht. Dit is een kleinere variant, maar werkt hetzelfde. Zet hem door het elastiekje, pluk je haar om het elastiekje en trek hem weer naar beneden. Op deze manier verberg je het elastiek. Het gebeurt ons allemaal wel een keer, net een plukje vergeten. Kijk waar je hem hebben wil, stop de topsy-tail erin, haal het plukje door de lus en zo verwerk je ook het laatste plukje. De laatste variant. Maak een hoge staart of een lage staart als je een lage knot wil en haal het haar erdoor. Maak het haar zo breed mogelijk, haal hem voorzichtig omhoog en draai hem dan weer naar beneden. Aan de onderkant haak je ze in elkaar. Voorzichtig kan je hem uit elkaar halen, zodat hij mooi rond gaat lopen. Om hem aangesloten te houden, zet ik hem hier vast met een schuifspeldje. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!